Eventjes helemaal op het plaatje. Hoe lang heb je hem al, Nicole? Kom ik wat dichterbij, hoor. Twee jaar. Ja. En waar ben je, in welke klasse ben je begonnen? In de Z1. Ben ik begonnen op de regio kampioenschappen. Nou, moeten jullie eens eventjes kijken. We gaan ze volgen. Ze gaat nu losrijden. En dan straks natuurlijk de kuur op muziek. Oké. Okay. Wil je nog wat over hem vertellen? Heeft hij nog iets leuks, iets bijzonders of zo? In Hikset hadden we een hat-trick in de juniorklasse. Wow, ja. Dat is heel knap. Kijk, daar staat hij. Shaman. We zijn hier in Exlo bij Dressage Topsport Exlo 2017. En Nicole Verschoor heb ik hier naast mij. En Nicole die is deelnemster hier, komt uit de regio Utrecht. En Nicole, vertel eens, zometeen ga jij hier rijden. En wat ga je zometeen doen? Ik ga zometeen de kuur op muziek rijden bij de junioren. Ja? Ja. En uit de regio Utrecht, hoe kom je hier zo verzeld? Vorig jaar ben ik opgenomen in het Rabo Talentenplan, wat nu het KNS Talentenplan heet. Ja. En vandaar kom ik hier al. Vanuit de regio ben ik hier naartoe gestuurd. Ja, heel geweldig. Ja. Hey, en Nicole, je bent natuurlijk ooit begonnen bij de selectie voor de jeugd, ja, hè? Klopt. Ja, klopt. Ja. En is dat voor jou ook een drempel geweest om dit nu behaald te hebben eigenlijk? Ja, het is echt super gaaf om dit te doen. Ja? Ja. En heeft het jou ook inderdaad geholpen om de stappen verder te nemen, dat hele selectieplan? Ja, het heeft me echt geholpen, ja. Ja? Ja. Hey, en dat talentenplan, wat ga je nu, vorig jaar zat je daar toch ook al in? Ja, klopt. Ja? En wat ga je nu dit jaar doen? Heb je daar een bepaald doel? Ik wil volgend jaar jongrijders starten, dat moet ook. Yeah. Dus daar gaan we echt volop voor trainen. Yeah. Ja. En bij wie ga je trainen? Ik heb drie namen opgegeven waarvan ik nog niet weet of ik bij een van die drie terecht kom. Maar yeah. Dat is Imke, Tineke en Monique Peuts. Oh, dus, leuk. Ja, oh, leuk. Ja. En Monique die was natuurlijk ook deze week hier. Ja, klopt. Ja, heb je er nog gesproken? Nee, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Nee. Zij zelf jureert hier ook, dus ze heeft het zelf ook bij druk. Ja. Ja. Het is een heel, heel fantastisch programma. Ja. Allemaal jeugd, children, ponies, jongrijders, junioren en U25. Voor het eerst georganiseerd hier in Exlo. En volgend jaar zeker vervolging, internationaal. Dus we gaan zo meteen even naar het paard. We zetten hem uit. We gaan heel eventjes naar Chamanda. Ja. We komen zo bij jullie terug. Geert, hoeveelste ben je geworden? Vierde. Vijfde. Ja. Nou, in dit veld, dat is een super prestatie. Ja. Mooi. Zeg Chamanda, kijk eens een beetje charmant. Ja, kijk eens.